De volgstaanders van de Vrije Tuinder aan de Reeweg Zuid in Dordrecht moeten weg. Ze moeten wijken voor villa's. Maar waar moeten ze naartoe? Het dossier sleept al jaren. Voorzitter Gijs Zevenhoven is het helemaal zat. Dat is zeker. Eind 2020 is het definitief afgelopen. Dan zou je verwachten dat een wethouder actie onderneemt. Maar vanaf 29 oktober is er niets gebeurd. En wij hebben zoiets van, ja, verdorie, we hebben geen tijd meer. Het wordt hoog tijd dat er nu actie wordt ondernomen. Verantwoordelijk wethouder Stam reageert verbaasd. We zijn gewoon ambtelijk die vragen aan het uitzoeken van hoe dat zit met de locaties die we op oog hebben. Dus ik begrijp wel dat er druk op zit, maar de boosheid begrijp ik eerlijk gezegd niet zo goed. Wethouder, kom maar op, laat maar zien wat jij hebt. Twee locaties heeft hij. Ja, die zijn geheim. Maar waarom zijn locaties geheim? Ik vind het eigenlijk belachelijk. We hebben de wethouder R7 gegeven. Nou, en daar kan hij mee aan de slag. Dat had hij al 14 dagen kunnen doen. Eigenlijk zou het slecht zijn als ik hier nu die namen ga noemen. En ik heb nog niet voldoende zekerheid of het kan. Dus ik wil dat liever eerst laten uitzoeken met die vereniging delen. En dan komen we gezamenlijk naar buiten wat die plek eventueel gaat worden. Ja, op de tuin gebeurt op dit moment dat er toch een aantal mensen zijn die bezig zijn hun biezen te pakken. Die geven de moed op. Ja, natuurlijk. Nou, als uw vereniging kapot gaat op deze manier, is het probleem ook opgelost. Als de wethouder dat wil, dan moet hij nog even wat langer wachten. Ja. Dan zijn we vanzelf van bord en is er van deze vereniging ook niks meer over. Ik ga er gewoon vanuit dat we een keurige oplossing voor die mensen gaan verzinnen. We hebben twee locaties op het oog, waarbij er één meer dan veelbelovend is.